Die kwestie rond de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor de Nationale Assemblée gaat telkens een andere fase in. Zijn de werkzaamheden gestopt? Dat is wat die gemeenschap zich afvraagt. Maar wat is er precies gebeurd? Hoe is dat aan toegegaan? Patrick Dundas is van het bouwbedrijf Dundas Bouwbedrijf NV. En samen in een consortium met Kersten Alginkou NV hebben ze ingeschreven voor de bouw. Laatste inschrijver, maar geen gunning. Meneer Dundas is bij ons in de studio. Goedemorgen, als u wat dichter bij de microfoon komt. Goedemorgen. Hoe lang bestaat het bouwbedrijf al? Dit jaar bestaan we 44 jaar. 44 jaar? Zijn we in de aannemerij. Oké, dat is een hele... En wat is een beetje de track record van uw bouwbedrijf? We hebben eigenlijk over geheel Suriname hebben we bouwwerken mogen neerzetten. Ja. Het zijn klein, het zijn groot. En we zijn altijd bezig geweest in die 44 jaar. Oké. Okay. We hebben geen stoppen gehad. Oké. Okay. En hoe bent u, zeg maar... geïnteresseerd geworden om mee te doen aan die tendering van een nieuwe vergaderzaal? Oké, eigenlijk is dit al uit en treuren in het nieuws gekomen. Ja. Maar ik zal het in een nutshell even uitleggen. Er is ergens in juli is er een advertentie verschenen van het ministerie van Openbare Werken. Hm. Wij hebben toen het bestek binnengehaald. De aanwijzing was ergens augustus, ik denk 18 augustus. Ja. Daar hebben zich 12 aannemers aangemeld. En de inschrijving, even spieken op het... de inschrijving is gehouden op 18 augustus. Ja. Van de 12 aannemers die zich hadden gemeld bij de aanwijzing... hebben 3 meegedaan, waaronder Dundas Bouwbedrijf. Okay. En wij waren het laagste. Nu moet ik direct bij je vermelden dat het gunningscriteria was dat de laagste inschrijver in aanmerking zou komen. De laagste? Inschrijver, ja. Met een marge van 10% onder, boven of onder het gunnings, het ramingsbedrag. Ja. Wat ook belangrijk is te zeggen, dat de gunning zou dus gaan naar de laagste. Ja. En wij waren de laagste. Oké, dus u voldeed aan, zeg maar, alles. Ja, alles. Ja, oké. Belangrijk is ook dat de AWS, dat is aanbestedingsreglement voor werken in Suriname, gold bij deze tendering. Mm-hmm. Oké, okay. Ja. Goed. En vervolgens bent u de laatste. U krijgt te horen dat u de laatste bent. Ja, ja. Niet alleen dat. Ik kreeg een maand ongeveer na de tender, kreeg ik een wordt me gevraagd om stukken in te dienen die men nog zou willen inkijken. Door wie wordt dat gevraagd? Door de aanbesteder. Mm-hmm. En dat openbare werken dus? Ook openbare werken. Door de vertegenwoordiger van openbare werken, de aanbesteder. Die stukken zijn ingediend. Ik kreeg vervolgens op... kreeg ik op 6 september... kreeg ik een telefoon waarbij ik... gemeld wordt dat ik dat we in aanmerking komen, dus dat alle stukken goed zijn. Mm-hmm. Met een uitnodiging voor het plegen van de eerste steenlegging op 9 oktober. Oké, okay. Dus u krijgt op 6, hoeveel jaar? 6? 6 september. Ja, krijgt u een telefoontje. Ja. U hebt die gunning binnen. Ja. Datum eerste steenlegging wordt bepaald. Mm-hmm. Oké, okay. En vervolgens? Daarbij krijg ik dan gelijk ook een Een uitnodiging voor een eerste steenlegging, oftewel grondbreking, op 9 oktober. Oké. Okay. Ja. Op 11 september kreeg ik een conceptovereenkomst. Een conceptovereenkomst. Conceptovereenkomst waarin is opgenomen de prijs waarvoor we hebben ingeschreven. Ja. Waarin is opgenomen... behalve de prijs ook dat van zeg maar de verdere procedures. Ja, de verdere procedures. Ja. En daarmee gaat ook gepaard een
Een nummer, een ja. contractnummer. Een contractnummer, nummer, ja. Hebt u gehad? Heb ik gehad. Oké, goed. Dus u denkt, zit goed? Ik denk, zit goed. Okay. Dus we treffen dan, we hebben nog dan niets getekend. Uh-huh. Maar natuurlijk, het is een project dat je binnen een jaar zou moeten uitvoeren. Yeah. Dus natuurlijk worden de directe belanghebbenden als de leverancier, de grote leverancier, waarbij we buitenlandse componenten zouden moeten aandragen, worden in ieder geval ook in kennis gesteld van jongens, hey, hou rekening mee, het is zover, 9 oktober start zijn en dan gaan we tekenen. Oké, okay. En vervolgens, u hebt een conceptcontract, er is niet getekend, 9 oktober grondbreking en dergelijke. Ja. En wat gaat er dan mis dan? Op 13 september krijg ik een telefoon van de opdrachtgever dat de ORAG, onderraad, gunningen, de onderraad gunningen, heeft besloten aanbestedingen, gunningen, dat het werk niet gaat naar het bouwbedrijf. Oké. Okay. En van wie krijgt u dat telefoontje? Van de directeur. Van openbare werk. Openbare werk. Maar heeft hij aangegeven wat er dan misgegaan is? Nee, dat kan hij me toen niet zeggen. Alleen dat bericht. En toen had ik al dat ik zou eigenlijk het op die het contract zou ik akkoord moeten geven. Mm-hmm. En daarmee waren we toen ook bezig. Mm-hmm. En dus dat akkoord hebben we dan ook toegestuurd naar het ministerie. Dus dat we akkoord gaan en dat we dus uitkijken naar dus dat van 9 oktober. Oké, okay. Maar hebt u dat gedaan voordat u dat telefoontje kreeg? Is eigenlijk op één dag. Alles is zo achter elkaar gebeurd. Ja. En eigenlijk lag het klaar. Uh-huh. Dus we hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om dat direct kenbaar te maken. Okay. Goed. Vervolgens, want u hebt al afspraken gemaakt. Er is een behoorlijke schijn van als u een concept... Als je een conceptcontract hebt, dat wil zeggen van in principe kan niet misgaan. Wat hebt u daarna gedaan? Oké, de AWS biedt de mogelijkheid om vragen te stellen. Dus we hebben uitputtend geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag. Het eerst hebben we geschreven naar de aanbesteder. Dat antwoord moesten we binnen 14 dagen krijgen. We hebben ook binnen 14 dagen een antwoord gehad. En wat is er antwoord? Maar het antwoord was van dat inderdaad, zij, de gunningscommissie had gegund, had gekozen voor bouwbedrijf Dundas. Uh-huh. En dat zijn taak was, of hun taak was, het adviseren, het gunningsadvies uitbrengen. Uh-huh. En tot daar. Uh-huh. Oké, Tot daar, het gunningsadvies uitbrengen. Uh-huh. En op dat van de ORAG heb ik geen voldaan antwoord gehad. Okay. Wat wij toen hebben gedaan, en is toen ook verwezen naar de aanbesteder. Mm-hmm. We hebben toen de aanbesteder ook aangeschreven met dezelfde vraag. En we hebben allebei hetzelfde antwoord gehad. Mm-hmm. De ORAG is nergens genoemd. Binnen de AWS, de ORAG. Dus voor deze tender kennen we de ORAG niet. Yeah. De AWS is heel erg duidelijk wat dit soort dingen aangaat. Ik heb toen ook tussendoor de vakorganisatie, de AAV, heb ik ook gesproken hierover. Yeah. En u weet dat zij ook zijn uitgekomen. Ja. Dus nadat we uitputtend hebben geprobeerd het antwoord te krijgen en het antwoord niet hebben gehad, heb ik mijn raadsman geconsulteerd. Mm-hmm. Ik heb hem dus alle stukken toegestuurd en zijn advies is nu dat ik gewoon naar de groene tafel stap. Oké, okay. Dus u gaat de rechter adiëren in deze zaak. Oké, okay. Goed. Maar deze hele kwestie, want uiteindelijk, niemand heeft u kunnen uitleggen wat de beweegreden is van de ORAG om af te wijken van het gunningsadvies. Want er is een gunningsadvies. Tot op dit moment niet. Niet? Nee. En u hebt ook niet gevraagd bijvoorbeeld aan de ORAG van ORAG, wat gebeurt er? In deze ken ik de ORAG niet. Het is duidelijk in de AWS aangegeven dat de aanbesteder
Als wij dat vragen, ja, het verplicht is te doen. De redenen moeten ze doorgeven. Dus het zou of de aanbesteder of de opdrachtgever zou de oorlog moeten vragen, waarom niet? Oké, goed. In deze ben ik geen partij. Ja. En voor hoeveel hebt u toen ingeschreven? Rond de 5 miljoen. Ja. En voor hoeveel is dat werk uiteindelijk gegund? Oh, ik dacht dat het is gegund aan de hoogste. En de hoogste was, dacht ik, 5,6 miljoen. Ja. 5,6 miljoen. Oké. Okay. Goed, maar deze hele kwestie voor uw bedrijf, wat brengt het voor uw bedrijf? Natuurlijk. Last van bekendheid. We voelen ons zeer benadeeld. Yeah. Zeer benadeeld. En natuurlijk, het is voor de personen die werken binnen het bedrijf is ook een domper. Yeah. En dat heb ik gemerkt. En na het contract, want natuurlijk de mensen die, u weet de situatie. En u begrijpt ook, het is elk bedrijf zou, naar mijn gevoel, dit prestigieus project op zijn CV willen bijschrijven. Ja. Dus het was ook opmerkelijk dat maar 3 aannemers hebben meegedaan. En maar anyway, dat laten we even buiten beschouwing. Maar elk bedrijf zou dit project echt wel op zijn CV, een Surinaamse bedrijf zou dit project op zijn CV willen bijschrijven. En u zou in 1 jaar tijd uit de grond kunnen staan. Dat was de uitdaging. Mm-hmm. Vandaar dat toen dat van het conceptcontract binnenkwam. Mm-hmm. Natuurlijk heb je daar nog niets ondertekend. Yeah. Moet toch wel acties hebben ondernomen. Maar u hebt acties ondernomen. Hebben die financiële consequenties voor het bedrijf? Natuurlijk hebben die financiële consequenties. Ja. Natuurlijk. Oké, goed. En de staat gaat in principe moeten opdraaien voor die consequenties. Nou, ik weet niet. Dus nu vaar ik op het kompas van meester Sjojaran. Ja. Die de raadsman is van het bedrijf. Ja. Dus kijken wat er uit de bus komt. Oké, goed. Moeten we kijken wat uit de... dat werk is gegund aan bouwbedrijf Yankee NV. Maar we merken, er is veel gedoe ook met het ontwerp. Ook dat. Ook dat. Dus in dit stadium kan ik weinig over zeggen. Yeah. Ik ben zelf ook cultuurman. Yeah. We zijn nu ook bezig met de renovatie van het grootste houten bouwwerk in Suriname. Uh-huh. Dus, welk houten bouwwerk? De kathedrale basiliek. Oké, daar is Dundas mee. Dus ik kijk uit wat de uitkomst is hiervan. Ja, maar hebt u het een beetje achter uw hoofd gekraft van, die publiciteit zou ik ook krijgen? Ja. Maar natuurlijk sta je dan aan de andere kant van de tafel. Uh-huh. Maar als cultuurman, jezus, weet ik niet wat me zou overkomen op dit moment. Oké, goed. Zo zie je maar. Maar in elk geval, u gaat naar de rechter, want dat bedrijf is onrecht aangedaan. Ja. Ja. Maar zeg maar, in die hele... Want u hoorde mensen politiek daar ook over praten. Van, u hebt ook een mening daarover. Wat is uw mening over dat hele ding van de laatste naar de hoogste? En nota bene aannemer waar toen gezegd werd van hoofdbureau van politie, die maar heeft prulwerk geleverd. Dat ding wordt nu gesloopt. Kijkt u, het is niet de eerste keer dat dit ons overkomt. Mm. Het is de derde keer. Ja? Maar wat dit betreft, wacht ik me niet op dat ijs. Mm-hmm. We hebben uitputtend geprobeerd het antwoord te krijgen. We hebben het niet gehad. Dus het ligt aan mijn raadsman om het verder te doen. Oké, goed. Ja. Gerald Sjojaran is de man die de zaak aan het rollen gaat moeten brengen bij de rechter. Dus we zijn benieuwd wanneer hij dat aanhangen gaat maken en hoe dat allemaal gaat moeten werken in de praktijk. Want Dundas heeft zijn voorzieningen getroffen en het heeft sowieso ook nog wel wat consequenties, financiële consequenties voor zijn bedrijf. Intussen gaat u, neem ik aan, gewoon door met kathedraal en de andere werkzaamheden. Ja, hebt u er niet zoveel last van? Nee, we gaan gewoon door. We zijn al bekend met dit soort zaken, dus we gaan gewoon door. Oké, want u zei het is niet voor het eerst. Het is niet voor het eerst. Welke andere keren waren er? We hebben het ook gehad bij het politiebureau. Daar waren wij ook de laatste. Zelfde politiebureau dat nu gesloten wordt. Daar waren wij ook de laatste. Ja? En één keer bij renovatie van het paleis
Oké, goed. Laten we hopen dat niks gesloopt moet worden. Maar het is ook, zeg maar, bijna iedere procedure bij het hoofdbureau van politie. Ja, met dezelfde aannemer. Je moet in aanmerking komen en dan hoor je van dat je niet, gewoon niet in aanmerking komt. Ja. En zonder, toen hebt u, zonder valide reden. En toen hebt u het gelaten voor wat het ja, was? Ja, toen wel. Oké, okay. Nu niet elke geval. Dank u wel, meneer Dundas, dat u ons verhaal hebt met ons hebt willen delen vanmorgen in deze aflevering van EBC Actueel. We gaan de zaak samen met u blijven volgen. Oké, dank u wel. Goedemorgen.